Welkom bij de Zeeuw van Vlaanderen. Ik begin met een kort geschiedenislesje. Willem Frederik van Oranje-Nassau, of ook wel Willem I, die was van 1815 tot 1840 de eerste koning der Nederlanden. En onder zijn bewind vormden Nederland en België nog één staat tot 1830. Willem I kreeg ook als bijnaam de Kanalenkoning, omdat hij tijdens zijn bewind vele kilometers kanalen liet graven. Het kanaal Gent-Terneuzen is er eentje van. En daar was Gent heel blij mee, want het dateert al van de middeleeuwen dat Gent een vlotte doorgang naar zee zocht. We staan hier eigenlijk aan de eerste haven. Op de brug die de Wijde Aardbrug heet. Wijd, groot en aarden aanleggen. Hier moet de eerste haven van Gent geweest zijn. De bloeiperiode van de haven van Gent kwam er in de 13e, 14e eeuw. Nu zijn de gras- en korenlei een van de mooiste zichten van Gent. Maar in de middeleeuwen gonsde het hier van de activiteit. Want toen was Gent de belangrijkste graanhaven van Vlaanderen. Al het graan dat Vlaanderen en het achterland moet bevoorraden, moet via Gent komen. De schepen komen uit het noorden van Frankrijk. Via wat nu de Sint-Michielsbrug is, onder de Sint-Michielsbrug. En houden halt aan het tolhuisje. En dat is dat kleine huisje naast het Spijker. Daar moeten zij tol betalen om te mogen voorbijkomen. De Gentenaars hadden een uitweg naar de zee gevonden via het Lievekanaal naar Damme, gelegen aan het Swin. Maar het Swin verzandt en er moet een andere uitweg gevonden worden. Die kwam er in de 16e eeuw met de Sassevaart, een verbinding met de Westerschelde. Keizer Karel is degene die in 1547 de toelating gegeven heeft om dat te beginnen graven. En hij was er zeer mee begaan. U weet misschien dat keizer Karel op brugpensioen gegaan is. Met welke cao weet ik niet, maar hij is dus wel gegaan. Op 56 jaar heeft hij er de brui aangegeven. Zijn laatste nacht in deze konterijen heeft hij doorgebracht aan de Poel. En dan is hij gaan inschepen in Middelburg, maar hij heeft de tracé van de werken van Sassevaart gevolgd. Gent had destijds meer watertjes en kanaaltjes dan bruggen, het Venetië van het noorden. Maar die zijn allemaal in het einde van de 19e eeuw gedempt geworden. Dus we zijn hier aan het sluizen. Het sluizen sowieso spreekt over water. En inderdaad, hier was ook de aanvoer van de mosselen. De mosselen uit Zeeuws-Vlaanderen. De godsdienstoorlogen in de 17e eeuw maken ook een einde aan die verbinding van Gent met de zee. Maar de eigenzinnige Gentenaars blijven graven. Zo ontstaat het kanaal Gent-Brugge-Oostende. Maar pas in de 19e eeuw zorgt koning der Nederlanden Willem I voor een heropleving. De Gentenaars zijn opportunist. Zij denken van, daar kunnen wij nu misschien ook wel een en ander van bekomen. En in dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gaan wij in de oude bedding van die Sassevaart uiteindelijk beginnen met het kanaal Gent-Terneuzen. En dat hebben we grotendeels aan koning Willem I der Nederlanden te danken. Dat was dus voor ons een hele sympathieke mens. De haven van Gent is nu de economische motor van Gent en Oost-Vlaanderen. Nog een leuk weetje trouwens, Gent heeft zijn naam te danken aan het water, want Ganda betekent samenvloeiing. De stad ontstond aan de samenvloeiing van de Leien en de Schelde. Wil je meer weten of een rondleiding volgen, service naar gidsenbondgent.be. Wat een geluk dat koning Willem I het kanaal Gent-Terneuzen net voor 1830 liet graven. Want toen brak de Belgische opstand uit en anders was het kanaal er misschien nooit gekomen. De kanalenkoning stak veel van zijn eigen geld in de aanleg. En hoe dat precies zit, vertellen wij varend over het kanaal van Gent naar Terneuzen. MUZIEK
Voor degenen die dagelijks voor de brug bij Sluiskeel staan, is het een vertrouwd beeld. De grote schepen die van Gent naar Terneuzen varen of andersom van Terneuzen naar Gent. Het kanaal, ooit gegraven om de toegang naar de haven van Gent mogelijk te maken, ligt er al sinds 1827. We hebben het kanaal te danken aan koning Willem I. Als die beslissing een aantal jaren later genomen had moeten worden, in 1830 in plaats van in 1825, dan weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat het kanaal er nooit was gekomen. Want op dat moment was Nederland toch min of meer in oorlog met België. Maar de beslissing om het kanaal te graven werd gelukkig genomen voordat de Belgische opstand uitbrak. Koning Willem I, die de kanalenkoning werd genoemd omdat hij overal kanalen aanlegde, was ook de grondlegger van dit kanaal. Hij mag met recht de kanalenkoning genoemd worden. En het is van ontzettend groot belang geweest dat hij dit besluit heeft genomen. Want de hele ontwikkeling hier voor middenzeeuws Vlaanderen is toch ook dankzij het kanaal tot stand gekomen. De oude Sassevaart was de eerste verbinding van Gent naar de Westerschelde. Door de 80-jarige oorlog werd deze verbinding nauwelijks meer gebruikt en raakte in verval. Gent heeft eigenlijk altijd door de eeuwen heen nieuwe verbindingen gezocht naar zee. De oude verbindingen waren eigenlijk grotendeels vervallen, verslechterd. Waardoor sinds omstreeks 1817 de eerste plannen werden gemaakt om een nieuwe verbinding te zoeken. En het lag het meest voor de hand om dat naar het noorden te doen, via Terneuzen. Het kanaal was nog maar net klaar of de eerste roep om verbreding klonk al. Dit is een paar keer gebeurd. Bij de verbreding in 1910 hoorde ook de aanleg van een nieuwe sluis, de Middensluis in Terneuzen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Wilhelmina haar grootvader, koning Willem I, die dus de opdracht heeft gegeven om dit kanaal te graven, daar behoorlijk wat van zijn privékapitaal voor heeft gebruikt om het project ook te financieren. Om hoeveel dat gaat, dat is niet precies bekend, maar het is wel zeker dat hij er ook privégeld in heeft gestoken. De aanleg van het kanaal was geen kleinigheid. Het totale traject is 18 kilometer en het kanaal was op het diepste punt 4,5 meter diep. Er waren in die tijd ook wel al graafmachines, maar er zal ongetwijfeld een heleboel handwerk zijn verzet. En toch is het maar op relatief korte termijn, een goede 2-3 jaar aangelegd. Dus er hebben hier ontzettend veel mensen aan gewerkt. Dat kan bijna niet anders. Toen het kanaal op 18 november 1827 werd geopend, dan hoorde Gent nog bij het Koninkrijk der Nederlanden. Echter, drie jaar later, in 1830, kwam de Belgische opstand. Vlaanderen wilde zich van het Koninkrijk der Nederlanden afscheiden. En dat had een behoorlijke impact, want de scheepvaart op de Westerschelde werd stilgelegd. En dat heeft eigenlijk jarenlang zo geduurd. Pas in 1839 was er een akkoord met Vlaanderen, waardoor de Scheldevaart weer mogelijk was en ook het kanaal weer gebruikt kon worden. Waren het niet dat kanaal zo ontzettend was vervallen, want er was jarenlang geen onderhoud aan gepleegd. Dus het duurde nog tot 1841 voordat het kanaal weer open ging. Aan de Vlaamse kant werden in 1830 bij Zelzaten, daar werden allerlei palen in het kanaal geslagen. Want de Gentenaars waren ontzettend bang dat de Nederlanders via het kanaal naar Gent zouden komen. Toen de verhoudingen weer hersteld waren, bood het kanaal ook nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Nederlandse deel van de kanaalzone. We hebben ontzettend veel te danken aan dat kanaal. En ook met name de periode na de kanaalverbreding, na 1968. Waarin toch de haven van Terneuzen ook gigantisch hard is gaan groeien en een hoop ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Laat je niet ontmoedigen door koude of regenachtige dagen. Heel wat culturele activiteiten vinden binnen plaats. Hier een overzichtje. Heimwee naar de tijd van de schoolbanken. Breng dan een bezoekje aan het schoolmuseum in Terneuzen. Daar kan je schoolspulletjes vinden van allerlei jaargangen. Van de tijd van je overgrootmoeder tot misschien wel je eigen schooltijd. Boeken, platen, schrijfgerij, zelfs strafwerk is er te zien. Het museum verhuist in het voorjaar naar een groter pand. Tot die tijd is het elke woensdag en zaterdagmiddag open. Laat je verleiden door Chinese kunst in de Sint-Pietersabdij in Gent. Het Westen voert al eeuwen handel met China, ook Vlaanderen.
Handelsreizigers kwamen terug met producten en voorwerpen die de voeding en de leefgewoonten van de Europeanen grondig veranderden. Porseleinen theekopjes, zijde wandbehang, ivoren speelgoed, zilverwerk, portretten en veel meer tonen de commerciële en culturele impact van de China-handel. December Dance zet dans in al zijn vormen in de schijnwerpers, met een gevarieerde en brede mix aan stijlen en genres. Dit jaar neemt Anne-Theresa de Keersmaker, choreografe en artistiek leider van Rosas, de honneurs als curator waar. Ze stelt eigen werk en spin-offs voor en nodigt ook andere artiesten en producties uit. Kleinkunstenaar Adrie Oosterling uit Groede is op donderdag 10 december te gast in boerderijgalerie De Ossenberg in Grijpskerke. Zijn kleinkunstprogramma rondom kerst is dan te zien. Een programma met liedjes afgewisseld met conferences, deels in het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen. Op 12 en 13 december is in Wiese het Nationaal Kampioenschap voor Kleur- en Siervogels. De Belgische kwekers dingen dan naar een gouden medaille voor de mooiste vogel en de nationale titel. Niet eenvoudig, want de winnende vogel zal moeten voldoen aan strenge normen. Voor dit kleurrijk spektakel kan je terecht in de Oktoberhallen in Wiese. Wat komt er uit mijn stopcontact? Hoeveel stroom maakt een windmolen? Waarom is bio-energie duurzaam? Wat is het broeikaseffect? De expo Hey Watje in de Ieperse Lakenhallen is een belevingsexpositie waar volwassenen en kinderen zelf kunnen ervaren wat duurzame energie nu eigenlijk precies is. Scheepswrakken en geheime schatten die nog op de zeebodem zouden liggen, dat spreekt tot ieders verbeelding. We nemen je mee naar 11 december 1730. Dat was de dag waarop het Vliegend Hert, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, zijn eerste reis begon. Op 11 december vertrok het Vliegend Hert voor zijn eerste reis naar Oost-Indië. Het Vliegend Hert was een van de bekendste schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die bekendheid heeft het schip vooral te danken aan zijn dramatische einde. Het is hier voor de kust bij het Fort Rammekes gezonken samen met het zusterschip Anna Catharina. In eerste instantie liepen beide schepen op een zandbank. De Anna Catharina zonk meteen. Het Vliegend Hert dat bleef in eerste instantie nog drijven. En helaas is daarna toch vergaan met man en muis. 256 opvarenden hebben het leven gelaten. Er is jaren gezocht naar het schip hier voor de reden en in de jaren 80 is uiteindelijk het Vliegend Hert gevonden. De Anna Catharina niet. Het Vliegend Hert heeft een prachtige schat opgeleverd van heel veel geld, degens, musketten, pijpen, maar vooral, wat ik heel bijzonder vind, 700 flessen wijn. Van de Anna Catharina is nog steeds niets gevonden. Dat betekent eigenlijk dat hier in het water waarschijnlijk nog steeds een prachtige grote schat is voor ieder die hem kan vinden. We zijn alweer aan het eind van de Zeeuw van Vlaanderen gekomen. Volgende week hebben we het over de suikerbietenteelt. Een aflevering voor de zoetbekken. En wie zoet is, krijgt lekkers. Tot dan.